Heb jij hem rijend gezien, Staes? Bellend op de wat. En dan ben ik hem kwijt. Ja, ik vervelend. Een stukje doorrijden moet hij dadelijk rechts bij het bureau staan. Of links, dat kan ook nog. Dat zou helemaal mooi zijn. Ja, hij rijdt nou bij het bureau. Ja, dan gooi je hem er aan de kant. Ja, dat is raar. Sommige politiemensen die lijken het allemaal niet te willen begrijpen. Neem nou dit voorbeeld. Je bent een brave en oppassende burger. Oké, je rijdt al wat te lang met je tijdelijke kenteken rond, maar verder doe je niks verkeerd. Nou ja, je zit niet handsfree te bellen, maar verder... Nou ja, verder is er iets raars aan de hand met de bevestiging van je kentekenplaat. Nu komt hij terug, of wie? Ja, ik ging even sleutels pakken. Dag meneer. Dag. Politie. Hoi. Goedendag. Jacobs. Hallo. Mijn collega die heeft je net zien rijden. Echt waar? En bellend. Die zat te bellen. Ja. Dat was net hier. Oh. Ik zou graag even wat papieren willen zien. Van de auto. En de rijbewijs. Rijbewijs ligt op mijn kantoor. Ja. En de papieren van de auto. Die liggen boven. Ja. Want een Duits kenteken. Ik neem aan dat u ergens in Duitsland werkt, of niet? Nee. Het moet eigenlijk ingevoerd worden. Ik was net mee onderweg. Dit kent dus helemaal niet. Nee, ik weet er alles van. Maar het moet nog ingevoerd worden. Daarom ligt de kenteken ook niet. Als iemand die auto meeneemt, ja. Dan hang ik. Want dan, als die papieren erin liggen... Ja. Ja, maar u rijdt schijnbaar al een heel tijdje rond. Dat heb ik gehoord van de collega's hier. Best. Ja, die hebben u regelmatig in zien rijden. Vanaf augustus hebben ze u al zien rijden. Augustus? Ja. Oh, dat is lang even niet misschien. Dus u begrijpt dat u daar een probleem mee heeft. Maar dan nog even naar de bevestiging van die kentekenplaat. Hé, hey, dat systeem. Ah, nou, dat is voor... Ja, dat is... Hé, hey, ik weet precies hoe het zit. Ja, goed. Ja, wij ook. Ja, hier komt de primaat uit het kledingstuk. We hebben hier te maken met een hoogst illegale manier van kentekenplaatbevestiging. Om precies te zijn, een per afstandsbediening wegklapbare kentekenplaat. Nee, je mag er helemaal niet op hebben zelfs. Nee, maar kijk, als ik die zendel niet bij heb, dan... Ja, maar je had er net toch wel? Net? Ja, dat zwarte ding is net vast, hè? Een sleutel! Nee. Hé, jij krijgt een verbal ter zake artikel 41. Dat betekent een misdrijf. Dat meent u niet. Ja, dat is een misdrijf. Een misdrijf? Wij rijden de auto nu eventjes hier achterom bij het politiebureau in Best. Ja. Dan ga je dat ding afhalen. Daarna gaan we jouw spullen halen. Oké. Ja? Wat die afstandsbediening heb je naar boven neergelegd of niet? Nou, die in de brievenbus. Nee, ik heb geen afstand. Ik denk ook die had je net bij, dus je kunt hem. Ik meen het serieus, denk je dat? Je kunt hem nu gaan halen. Ligt op de zaak. We willen het complete systeem. En daarmee bedoelen we het systeem en de afstandsbediening. Ja, ik gebruik voornamelijk voor het houdt afstand. Als je bijvoorbeeld in een bumperkleven hebt, daarvoor rij je leuk op de weg. En dan zit iemand goed achter op je bumper. Doe ik hem even open en staat er houdt afstand. Oh, daar is het voor. Dan zullen we jou wat gereedschap geven. Dan mag je gaan sleutelen. En is het goed met... Ik weet ze gaan niet zeker dat het gaat lukken. Heb je ook een kruiskop? Ja, dat brok net in. En bijna net zo snel als de kentekenplaat wegklapt, is het hele systeem ook weer verwijderd en kan de discussie binnen verder voortgezet worden. Maar ik bemoeilijk het niet, hè? Wat bemoeilijk jullie? De kenteken, want daar zat er nou netjes op. Wat staat daar? Deze voor? Op een voertuig, motorrijtuig of een aanhangwagen enig teken of middel aan te brengen of te doen aanbrengen met een oogmerk. De herkenning daaronder begrepen. De herkenning met behulp van technische voorzieningen van ingevoerd artikel 40 gevoerde kenteken te bemoeilijken.